Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer dinsdag 2 januari 2024. En het is nu 14:54, dat is bijna 3 uur, jongens. Ja. De vlog die hier staat, die moet vandaag nog online. Die had eigenlijk al online gemoeten. Maar omdat ik gisteren heel last minutes ergens naartoe moest, daar kom ik vandaag nog even op terug. Maar dat is, dat zit mij niet helemaal lekker. Maar daarom zeg ik al, daar kom ik straks nog op terug. Maar eerst ga ik even deze doen. En daarna ga ik Ro even ophalen, want die heeft even gedoucht en alles. En hij moet nog een pakketje ophalen. En hij wou nog even naar de mal en twee keer een cadeautje ophalen. Oké, het zal wel geen idee. Dus, maar dat gaan we zien. We gaan het allemaal merken. Maar dat komt goed. En jullie gaan gezellig mee. Dus ik zeg gewoon heel veel plezier. Dit is goed nieuw vlog. Even ogen dicht en handen op, alsjeblieft. Gewoon bij elkaar. Gewoon even goed bij elkaar. Ik heb wat voor jou. Ja. Je mag raden wat dit is. Wacht even. Nee, je alleen voelen. Gewoon alleen op één manier. Je mag raden wat dit is. Ja. Weg, ja. Waar was hij dan? Hij lag bij mij in de brievenbus. In de brievenbus? Oké. Dus weet iemand van wie het is? Dus ik weet niet wie, dus ik zou zeggen bedankt diegene. Ik weet niet of diegene naar mijn vlogs kijkt. Dus dankjewel voor de persoon die mijn GA teruggebracht heeft. En want dus er was, en er was ook geen briefje bij of wat dan ook. Van, ik nee, heb het, ik had het op mijn jas, op mijn schouder. Dat heb ik twee personen omhelzing gegeven. Dus er komt er een arm zo. Ik neem dat misschien mee. Ik heb hem niet horen vallen. Nee, ik ook niet. En waarschijnlijk dus dan zit het waarschijnlijk ergens tegenaan geplakt, gekleefd. Het is magnetisch. Net als jouw dingetje. Ja, oké, okay, maar oké, okay, ja. Ja doe en doe dat maar niet. Magneet heel erg. Dus blij mee, dankjewel. Dat scheelt weer heel veel geld en heel veel kopzorgen. Dan zou ik een andere moeten kopen. Alsjeblieft. Eentje met wit aan de voorkant en helemaal oranje aan de achterkant. Maar dit is de beveiligers speciale editie met dus nachtzicht. En dus dan het wit licht voor gewoon zien. En de oranje voor, zeg maar. Ja, ik zal hem even ietsje minder fel zetten. En de knipperlichtjes en de patroontjes. En natuurlijk achter ook nog. Zo, au. Dus, maar je bent dus blij dat je hem weer hebt? Ja, heel blij. Mooi zo, goed zo. Jee, dankjewel. Roderick is weer blij. Daar ben ik ook weer heel blij mee. Dat Roderick weer blij is. Ja, echt wel. Daar ben ik echt wel weer blij mee. Dat die jongen weer blij is, echt. Really. Zo, oh, daar komt Ro ook al eraan. Ja. Oh, wauw. Ja. Hallo. Alsjeblieft, straks een boxje. Ja, straks maar even doen. Maar ik heb ook al gezien en dat deze service point er niet meer bestaat. Oh. Ja. En want deze service point, die zat dus altijd vroeger tussen de Aldi en de slager in. Weet je nog? Ja. En die bestaat dus niet meer. Okay. Dus die moeten nog uitgehaald worden, zeg maar. Okay. Maar waar is... Zo, wat ruik je trouwens naar daar? Ja. Mooi. Lekker. Nee, toen maar achter ze in, schat niet. Ze, je geeft het weer aan mij, dus toch? Huh? Je geeft het weer terug aan mij. Ja, sorry hoor. Was het druk, of niet? Ja, best wel. Want? Ik was een pakketje zoeken. Ik moest even in de productie al kijken. Maar daar komt het gelukkig af. Je moet wachten. Ik ben even aan het denken hoe ik het beste kan gaan rijden nu, maar dat komt wel goed. Ik denk gewoon via weet ik veel daar naartoe. Ja, geen idee. Ja, dat dacht ik dus ook al. Via Schaak dan ook nog. Hè? Via Schaak. Via Dam. Ik denk via Dam.
Want via schaak, dat is helemaal ook een drama. Nee. Dat lijkt me niet handig, niet, nee. Zo. Ja, jullie staan goed. Allemaal goed, top. Ja, ja. Wat is er? Niet zo? Dat moet je gewoon lekker doen. Wat een scheidweer is dit, zeg. Zeker. Scheidweer zou het anders zijn. Dan zou je niet vrolijker. Nee, echt hè. Maar ja, jullie zien het. Ro is terug en met het pakketje. En dan gaan we nu even richting Mal. Want je wou twee cadeautjes halen zo? Ja, eentje bij de Jopvliet. Ja? En eentje bij de Surfstep of zo. De wat? Surfstep. Oh, en voor je verjaardag? Ja. Ja, en voor een ijsje. Een ijsje halen. Ja, waarschijnlijk wel. Maar lekker een Hema-worst. Ja, we gaan het zien. We gaan het zien en wat er ook kan mag gaan halen. Ja. Ja, en het was het weer. Waar is Ro nou weer? Geen idee waar Ro is. Maar kijk. Maar het was een chaos om hier boven te parkeren. Waar is Ro nou? Waar is Ro nou weer dan? Oh, daar. Ja. Dat is leuk. Kom je? Ja, ik zocht je al. Ik zocht je al. Ja, blijkbaar. Dus, ja. Maar dat zeg ik, het was net een chaos om hierboven te parkeren. Maar dankzij deze lieftallige schat hebben we een parkeerplaats. Ja, inderdaad. Ja, ik heb nog steeds last van mijn oren, ook dat. Maar het gaat wel iets beter qua gezondheid, hè. Want ik ben niet zo veel moe, hè. Nee. Dat is wel weer een stuk beter. Eerst even kijken in de welbekende vierkante koeling. Is het vierkant? Ja, hè? Vierkant. Ja, het is vierkant. Nee! Er zit wel wat in, maar ik weet niet wat of het lekker is. Dat weet ik niet. Een wijn, weet ik veel wat dit is. Dit. Smashed potato, gestampte aardappelen. Nee, niet waar. Het zijn gewoon krieltjes. Smashed potato staat erop. Ja, moet je kijken dan. Geplette aardappelen. Nee. Dat erop staat. Ja, dat staat erop. In de oven moet dat. Ja, ja. Ik wil het gewoon wel proberen. En kan je het ook invriezen, by the way, of niet? Hè? Huh? Nou, alsjeblieft. Dat heb ik sowieso even zo. Want dit is iets met... gemaneerde in wat? Ik begrijp er geen ene hol van hier. Ja, ik versta er niet zoveel nog van, schat. Marineert in miso marinade. Ja, wat is dat? Ingrediënten. Wat is dat? Wil je het eens even opzoeken dan? Dat is vegan. Ja, maar wat wil je het even opzoeken dan, miso? Wat? Dat vraag ik toch? Ik weet ook echt niet wat het is. Ik wil het wel gewoon hebben. Maar voor een euro. Ik kan het eens even proberen. Dan neem ik wel twee mee. Alleen ik weet niet, moet ik eens even kijken op mijn... Ja, nee, maar... Ik ga even kijken in mijn... Wat voor een invulling had ik er nog heb? Ja. Ja, je staat nou goed op, ja. Alsjeblieft, fijne dag. Nou, ik ga snel. Ga je snel dan? 1 euro.
Alleen maar bij de Jumbo kan je dit vinden. Het is gewoon promotie dat ik niet eens krijg betaald, hè? Maar oké. Het is oké, het is oké. En dan moet ik nog mijn pasje pakken. Ik weet het, ik ben niet zo slim. Ja. Mag ik kijken hoe en hoe struddel ik aan het doen ben? Ja. Kijk, mevrouw. Ja. Oh, het is nog niet gescand. Doe maar nog een keer. Ja. Huh? En met de koop zit. Altijd schat. Yes. Bijna 3 euro. Oh, ja. Valt nog mee. Valt mee. Dat is 2. En dat is nog een keertje 2. Wat doen wij hier nou, schat? En bij de mal? Waarom niet? Schat, hallo. Ik weet het niet. Jawel, want je mag toch wat halen? Broodje halen. Ah. Ja, dan moet je wel eventjes dingen accepteren. Dit is... Dat is unsubscribe, dat is het niet. Sturen, ja, oké, het zal. Hi. Ik weet niet, nee, want hij moet hem scannen, de QR-code, denk ik. Waar komt hij voor? Een cadeautje. Een cadeautje, voor de verjaardag. Ja. Maar ze hebben dus een cadeautje voor je. Een cadeautje. Benieuwd ook. Hè? Benieuwd, hè? Heel benieuwd zelfs. Oh, toch wel. Jij ook? Ja, ik ook. Oh, okay. Maar waarschijnlijk een ijsje. Een ijsje. Met het koude weer. Wat denk je zelf? Ja, je weet het niet. Is dat koosgrij ijs? Nee. Heb je... Weet ik niet. Kiddyland, ja. Kiddy ijs. Nee, maar ik weet eigenlijk nou niet wat er boven zit trouwens nu. Sorry. Hier leeg is. Nou, de cadeautje lag dus niet hier, want daar waren ze op. Maar we moeten nou bij de andere servicebalie zijn. Daar moeten ze hopelijk nog wel liggen. En hoe ziet het eruit? Een soort van schouderpas, hè? Het is roze. Oh, nog roze ook nog. Nee, dat weet ik ook niet. Scheelt weer. Ja, je wordt toch overal al gefilmd met camera's, dus. Ja, deze dames die kijken een beetje raar dat ik een camera in mijn hand heb. Dat is lekker zelf weten. Stiekem, ik ga er even langs. Ik ben er even helemaal klaar mee. Dat slome gedoe hier. Ik kan er heel slecht tegen. Geslenter. Ik kan er niet zo heel goed tegen. Oh, top. Nou, we gaan eens even kijken naar de andere servicebalie. Die zit daar, hè, helemaal, hè? Ja. Nou, dan gaan we daar naartoe. Ja, en door de hele menigte drukte heen hier. Maar dat is wel weer grappig en leuk. Nou, bij de receptie bijna aangekomen. Zit er wel iemand trouwens hier? Ja, ze is alleen aan het bellen. Wat is dit nou weer dan? Een lampje. Wel een mooi lampje. Ja. Nou, en dan gaat die kast dus ook niet door. Ja. Deze. En bij de computer. Ja. En nou zijn ze allemaal in de aanbieding, zeker. 105. Nou, denk ik niet. 33 euro ook niet. Ja, we gaan eens even de mediamarkt in, jongens. Dat vinden we leuk, even de mediamarkt in. Mediamarkt even induiken. Dat is gewoon grappig en dat is leuk. Ja. Ik heb expres al. Ja, precies. Ja. Nee. Gaan we maar niet doen, hè, denk. Nee. Gaan we lekker niet doen. Ik ga jou lekker volgen. Ja? Ja, daar is er al. Ik ga er ook lekker volgen. Ik heb wat in mijn oog. Dat is niet handig.
Wat? En voor je broer. Ja, nee, kom, even. Jij wilt toch spiekertjes kijken? Nou, dan moet jij even ook op de spiekertjes gaan focussen, schat. En niet iedere keer, oh, dan wat dat voor je broer. Nee, dat even nu niet, alsjeblieft. Dat is even een latere zaak, alsjeblieft. Nu even niet. Ja, dat is leuk, spelen, daarmee. Nee, Amahoula. Luister, ik heb al een joekel van een bureau. En dan denk ik dat ik dat even terug ga ruilen. Ja, denk het niet. Deze heeft Enzo nu. Deze. Oh. Deze. GoPro 12. Die heeft Enzo nu. Maar je wil speakertjes toch kijken? Maar dit zijn geen mooie speakers, schat. Oh, deze. Deze hadden we toch gezien, deze? Ja, die. 906. Waar is de 906 op display? Niet. Nergens, vrouw. 6-2-3. Nou, leuk. Je begint met speaker. Ja, maar dan is die mooier. Deze is dan mooier, ja. Hè? Er staat geen prijs bij. Nee. Gratis. Nou, neem ik zo mee. Als dat zou kunnen, zo meenemen. Nee. Wat is dit alweer voor een muis dan? Kijk dan. Ja, dat is nieuw. Gaatjes erin, ja. Dat is heel nieuw. Ja. Ga je maar kijken op en op de mediamarkt. Helemaal goed. Hi lady. Hi Spido. En Roderick die is jarig geweest. En jij hebt wat kunnen halen bij de mal, toch? Ja, een mooie tas. Oh, heb jij een mooie tas? Ja, een hele mooie tas. Zo. Oh, zo. En wat staat er aan de andere kant? Ja. Oh, dat is mooi. Oh, wat geweldig. Een roze tas. Extra less ordinary. Ja, en bij die andere staat wat anders, Westfield Days. Westfield Days. Ja, ben je er blij mee? Ja, heel blij. In plaats van een ijsje? Ja, ik vind het dan liever een ijsje. Ja, ach ja. De tas gaat langer mee dan een ijsje. Ja, dat is dan wel weer waar, ja. Dat klopt, inderdaad, correct moet. Kijk eens hoe ze hier liggen. Alle drie lekker op de bank, heerlijk. Kont tegen grond. En kont tegen hoofd. Ja, ja. Oh, lekker. Nou, en ik ben bezig met de vlog. Die dus nagekeken moet worden door een bedrijf. Dus ben lekker bezig. Daar ben ik dan weer. Rody had namelijk een pakketje. Ja. Die heb ik hier dus bij me. En ik weet al wat het is. Ja. Gelukkig wel. Zo, ja, kijk. Ja, tralala, yay. Het is namelijk voor Draki. Zo lief is Ro dan weer, wel. Die Roderick heeft echt gewoon een hart. En voor dieren, echt waar. Alleen dan moet ik zo meteen Draki zien te vinden, ook daar. Ja. Handleiding voor de katteneigenaar, pagina 8. Dat is ook wel heel erg handig, pagina 8. Oké. Maar dan moet het wel Nederlands wezen. Pagina 8 is wacht. Originele MPS product. En materiaalspecificatie. Het MPS beeldmerk staat altijd aan de rechterkant op het MPS medical patchshirt. Ter hoogte van de schouder. Er is ook een oranje drukknoop waaraan u snel kunt zien dat het om een originele en officiële product gaat van het medical patch. Nou, die is er inderdaad. Die hier. Die is hier inderdaad. Ja, check.
Blinde knoopschot. Wanneer... Het MPS Medical Patchshirt is gemaakt van hoogwaardig katoen en is vierzijdig stretch in Vista Lycra stof en lichtgewicht, ademend en comfortabel, is als een tweede huid. Dit biedt bewegingsvrijheid en kan helpen om de kat na een operatie warm te houden. Houd bij warmtetemperaturen uw kat in de gaten om overhitting te voorkomen. Blinde knoopschat. Wanneer uw dierenarts een infuussysteem wil doorvoeren zonder dat uw kat hierbij kan, kan het blinde knoopschat tussen de schouders gebruikt worden. Het knoopschat kan geopend worden door het in het midden van de stiknaad door te snijden. Het extra stiksel rondom het knoopschat voorkomt scheuren. Halsbandlusjes, blauwe bindingslaagjes, zakje. Oh, hey, kijk eens handig. Op de kattenbak, ja. Fixatie. Maar dit is ook, ook dus gewoon voor katten die dus namelijk, incontinent worden. Ja. Nou, en daarom heeft Ro dat dus deze ook gekocht. Eigenlijk alleen maar voor Draki. Dus ja, dit is dus het, deze krijgt Draki binnenkort om. Ik weet niet hoe ze erop gaat reageren. Kijk, en deze kan ik dus binnenkort dus, nou ja, niet binnenkort, maar die kan ik dus openstikken als ik dat zou willen. Ja, en dan kan ik deze dus open doen. Deze open doen. En dan is het dus zo om het hoofdje heen. En van Draki. Hi, kiekeboe. Zien jullie mij? Wacht even. Dit vind ik leuk. Dit vind ik gewoon even leuk. Hi, kiekeboe. Ja, jullie zien me wel. Dus dit gaat bij Draki om. Ik weet niet of ze dat heel fijn gaat vinden. Maar jullie gaan het zien. Wacht even. Ik ga het pakken. Ja, je hebt het koud. Ik heb het in de gaten, schat. Je hebt het koud. En dat is ook nat. Ja, kom eens hier. Ja, dat is ook nat, schat. Kom hier. Ja. Hij is nat. Zo. Ik heb Draki dus lekker hier bij me. Hij, schatje. Ja, schat. Ja, baby. Ik weet niet of jullie het heel goed allemaal kunnen zien. En anders gaan jullie even een stukje lager. Kom eens hier, schatje. Ja, jullie gaan even een stukje lager. Was er handig. Wacht even hoor. Dan moet jullie even een stukje lager zetten nu. Zo, wat stikken fijn. Ho, halt. Hij schatje. Ho. Ja, kom maar. Hij schat. Ja, je wordt oud. Ja, je wordt oud, schat. Maar dat geeft niet dat je oud wordt. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Dat je oud wordt. Nee hoor. Dat kan allemaal gebeuren. Hey. Wat is dit? Wat is dit voor raar ding, hè? Zo. Ja. Wat is dit nou weer voor raar ding, hè? Ja. Ja, schat. Wat is dit nou weer voor een raar ding, hè? Zo. Ik vind het ook helemaal niet erg, hè? Nee. Beetje warmte voor je schat. Ja. Beetje warmte voor je schatje. Ja. Kom eens hier. Ja. Beetje warmte voor je schat. Nee. Een beetje warmte voor je... Nee, Draak, wachten. Hey, en toen had je een pakje aan, schat. Dat is even wennen. Dat is even wennen. Dat is wennen, schat.
die warmte voor jou. Heb je helemaal van papa gehad? Nee, heb je helemaal van papa gehad, schat? Een beetje warmte voor jou. Ja, een beetje warmte voor jou, schat. Ja. Een beetje warmte voor jou. Ja. Kom hier. Een beetje warmte, hè? Lukt het jou om nog te lopen, schat? Hé, lukt het jou om nog te lopen? Lukt het jou nog? Kom, 1, 2. 1, 2. Ja, dat gaat jou wel lukken. Kom, 1, 2. Lopen. Nee? Ja, dat is even wennen, hè? Nee, schat. Ja, je kan er gewoon mee lopen. Kom maar, 1, 2. Ga maar lopen. Is oké. Wat is er, schatje? Even wennen, hè? Nee, even wennen, schat. Even wennen. Nee, je moet even wennen, hè? Nee, even wennen, hè? Nou, kom maar, 1, 2. Kom dan, trek. Kom maar, trekkie. Trekkie. Hey. Hey. Aww. Ja, je kan er gewoon mee lopen, schat. Goed zo. Lopen. En zo strak zit het niet. Alleen het lijkt heel strak, maar zo strak zit het niet. Nee. Het is een beetje voor jezelf een beetje de warmte te houden, schat. Want je krijgt het alleen maar kouder, jij. Ja, je krijgt het alleen maar kouder. Ja. Ze weet even nou niet meer wat ze moet doen, hoor. Maar dat geeft niet. Ik zou nog ergens op terugkomen. Nou, dat is dus nu. Ik wil het even hebben met jullie over het kopje homo, biseksueel, transgender, lesbiennes. Maakt niet uit van waar je van houdt. Ik heb een familielid die verliefd werd dus op iemand anders. Die was dus ook verhuisd voor een week. Dus laat mij gewoon lekker praten hoe ik wil praten. Ja, dankjewel. Ben je al van die kast af? Nee, nog langer na niet. Nee, maar ik ga nu wel en naar de kast. Ja, precies. Dus, maar wat, hoe en wat, wie, wat, waar, dat ga ik jullie allemaal wel misschien duidelijk maken. Maar we gaan dus nu even deze trap wegbrengen. Ja, deze, Aan de trap aan iemand geven. Ja, eventjes te leen aan diegene. Deze gewoon pakken. Deze sneller, want anders dit gaat niet zo snel. Nee. Nee, busjes, hè. Dat is fijn. Maar nee, maar wat ik wil zeggen, we gaan dus nu even onderweg naar iemand toe. Schrijf uit. Laat me even uitpraten. Dankjewel. Laat me even uitpraten. Laat me even uitpraten. Ja? Laat me even uitpraten dan. Ja, ga uitpraten. Mooi. Hou je mond even. Dankjewel. Nee, maar we gaan dus nu even naar iemand toe. En nou ja, die is dus recent verhuisd. Ik ga nog geen namen noemen. Dat komt allemaal wel. En diegene weet ook dat ik al jarenlang vlog. Maar we gaan het zien. Ik ben al nu
twee keer niet bij hem geweest. Het is een M. Sowieso. Ja, gisteren al de hele dag? Ja, gisteren. En eergisteren om de luchtbed en mokjes, bekers, glazen bij hem te halen. Brengen. Ja, dus ik ben dus nu gisteren al de hele dag bij hem geweest. Vandaag zou ik hem eigenlijk niet zien. Maar toch wel, want diegene heeft dus deze trap even nodig om te lenen. Ja, dus, maar wie, wat, waar? Dat is nog één grote verrassing. Kom maar dichter. Ja, bedoel. Met wat? Oh, ja, 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 ja. Ik zie niks. Ik zie niks. Het regent. Ma. Ik heb een mooi fotootje gemaakt. Was zeg maar zon. En de rest was allemaal wolken. Nee, dat is niet. Nou, dat kan heel leuk zijn. Ja, ja, en dus? Is toch leuk? Is toch leuk? Druipers. Nee, is niet leuk. Jawel, joh. Dat is leuk, man. Druipers. Nee, wel waar. Ja, voor jou wel, voor mij niet. Echt wel, is leuk. Wel waar. Nee, dat is niet leuk. Dus? Voor jou wel. Het is ook zo'n mooi uitzicht hier. Ook de tandjes, jongens. Moet eens kijken, mooi. Ja, dan weet je tenminste waar je broer gaat komen te wonen. Ja, precies dat. Ja, daar wel, ja. Helemaal goed. Ja. Mijn familielid is dus ook bedreigd. En dat doet me zeer. Want waarom zou je iemand bedreigen die van een andere geaardheid is? Het is dan wel homo, maar het maakt niet uit. Want ik ben bi. Hey, moet je mij dan ook afschieten of doodsteken omdat ik bi ben? Of iemand neersteken of doodsteken die lesbisch is? Of een transgender is? Of... Maakt mij niet uit hoor. Iedereen is gewoon een mens. Ja? Iedereen is uniek. Laat dat duidelijk zijn. Want als jij ballen hebt om mensen te kunnen bedreigen, ja, die van een andere geaardheid zijn, dan kun je ook de ballen tonen om onder mijn vlog nu, ja, een comment te gaan plaatsen. Heb jij die ballen? Nou, dan wil ik heel graag met jou in discussie gaan. Ja? Echt. Maar laat mensen in hun eigen waarde. Wat ik net al zei, ook al zijn ze homo, lesbisch, bi, hetero, transgender, ja,
maakt niet uit. We zijn allemaal mensen. Ja? Laat ze hand in hand lopen. Met elkaar. Vrouw, man. Dat is allemaal geen probleem, vrouw, man. Maar zodra we een man-man zien, lopen hand in hand, dan kan het allemaal niet. Een vrouw-vrouw kan het allemaal niet. Waarom niet? Hallo, we leven in 2024. Het moet normaal zijn. Ja? We zijn Nederland. Laat zien dat wij als Nederlanders voor elkaar zijn en niet tegen elkaar. Ja? Wij zijn Nederland. Een klein land. Inmiddels een heel groot land. Ja? Met alle asielzoekers erbij. Maar laat wij als Nederlanders zien dat wij voor elkaar zijn. En ons eigen volk niet afschuwen. Of andere volk, ja? Maakt niet uit of je vanuit Afghanistan of Irak of wat dan ook komt. Ja? Maakt niet uit. Maar dat wij als Nederlanders laten zien, ja? Dat of je van elke geaardheid welkom in bent. En dat we ze niet kapot steken, ja? Of doodschieten of bedreigingen uiten. Dat moet niet mogen hier in Nederland. Begrijp je mij? Het moet niet mogen. Dat maakt mij verdrietig tegenwoordig. En omdat het mijn eigen familielid ook nu is overkomen. Dat maakt mij verdrietig. Ja? Dus ik roep jullie nu ook op massaal deze video ook te delen. Naar ook grotere YouTubers. Enzo, Don, Gio, maakt niet uit. Naar iedereen. Ja, ook je eigen familie. Want ik moet stoppen. Bedreigingen. Moet stoppen. Mensen doodsteken. Moet stoppen. Mensen doodschieten. Moet stoppen. Een aanslag op mensen. Moet stoppen. Ja? Stoppen mee. We zijn een mooi land en koester dat. Daar hou ik het bij. En ik wil jullie voor de rest een heel mooi jaar wensen. Want het is nu nog, het is nu half één in de nacht. Het is nu op dit moment 3 januari. Dus dat ik dit opneem. En ik ga lekker naar bed. En ik heb een mooie dag gehad. Ik vind het even goed. Ik ga lekker slapen. En jullie zien me morgen. En ik zou zeggen, heb je een vraag of een opmerking? Reageren, duimpje omhoog, abonneren en belletje aan. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen.